Als ik naar mijn medailles kijk, dan kijk ik daar vol trots naar. En ik heb tot nu toe zeker geen spijt. Nu, zo'n 2 weken na haar beslissing, is Elis gelukkiger dan ooit. Een last is van haar schouders gevallen. En de meeste reacties zijn positief. Vooral op social media heel veel mensen die je bedanken voor de mooie resultaten. Heel veel gelukswensen. Dus eigenlijk allemaal wel heel erg positief. Eén ding steekt wel een beetje. De Wielerbond heeft nog niets van zich laten horen. Weet je, misschien is het ook gewoon dat het nu voor hen heel druk is en dat ze daarom niet hebben kunnen reageren. En het komt vast nog wel. Ik zou graag een berichtje ontvangen, maar we gaan het zien. En als dat niet zo is, dan is het heel jammer. De toekomst ligt nog helemaal open. Eén ding is zeker, Elis gaat niet zelf meer aan topsport doen. Spijt van de beslissing om te stoppen heeft ze dan ook zeker niet. Nou, sowieso geen topsport meer. Nee, misschien ergens aan de slag in een sportschool of personal trainer of in die richting, maar geen overstap meer naar een andere sport. Echt bizar.